trekt er best een beetje kippenvel van. Ik kan niet wachten op 2 maandjes. Nou, Rotterdam zal schudden. Ja, echt. Ik ben ongelooflijk trots dat we dat nu voor het 5e jaar op rij gaan doen. Het is nog nooit zo snel uitverkocht geweest als dit jaar. Daar ben ik zo trots op. Is dan mijn werk gedaan? Marianne Weber, die heb ik pas 1 keer gek genoeg in mijn carrière mogen ontmoeten. En dit keer mag ik met haar het podium delen. Daar heb ik ongelooflijk veel zin in. Daar ben ik heel trots op. We hebben er meer gehad. André Hazes junior. Het zijn toch best wel grote namen. Hoe strik je die? Ja, als je betaalt, dan komen ze. Oh, je baan bewaren aan het draaien. Nee, Renéetje, jongen. Goed, jongen, met jou? Ja, prima. Ben je er klaar voor? Ja, maar dan weer zin in? Ja, tuurlijk. Ja, dat dacht ik. Je zit natuurlijk in de halftime shows. Ik moet even wat liedjes uitzoeken die jij, waar jij je goed bij voelt. En vooral natuurlijk die hoge meezing gehad hebben. Want dat is belangrijk in de show. Heb je zelf al een idee? Nou ja, en jij wou en jouw handelswerk, Tom Jones. Tom Jones. Dat moet erin, hè? Ja, dat moet erin, toch? Ja, dat moet, jij bent een soort Rotterdamse Tom Jones. Ik ben 2 keer geweest, 3 keer geweest. Het is gewoon 1 groot feest. Het is bijzonder.22 jaar bezig. Ik ben toen begonnen in de boyband Velvet. Dat had 1 jaar of 3 gedaan. En toen kreeg ik de kans om te vallen onder het management van Gerard Joling. Als er een meester in het entertainen is, een meester op het podium, is het Gerard Velvet. Een beter voorbeeld kon ik me niet wensen. Ik heb in 2012 heb ik opgetreden bij de Toppers. En toen ging mijn droom in vervulling. En toen was ik helemaal besmet. Is het spannend voor dat je hier zo om je heen kijkt? Ja, ik ben een paar keer geweest, maar ja, dan is het vol. Ja, dit is. Toen stond ik daar, maar om dit gewoon te gaan doen. Straks is dit jouw plek. Ja, super. Hier. Super. We zijn al zo lang bezig. Ik dacht, ik ga hem hier een keer dat podium geven. Ja, het is, we kijken er altijd heel erg naar uit. Het is zo anders, het is zo uniek, ook voor een club als ons natuurlijk. Ja. Het is voor iedereen. Voor alles en iedereen wat wils. Mensen die kunnen het meezingen. Je hoort ze van voor naar achter. En het is echt passie voor je. Mensen komen om lol te maken. Mensen komen om een goede avond te hebben. Deze zaal die kan voorlopig in mijn ogen nog mee hoor. Maar we hebben nu eigenlijk al zo verschrikkelijk veel nee moeten verkopen. En de tickets zijn zo verschrikkelijk hard gegaan. Dat ik sluit een 2e avond niet uit.